Kijkers en Ruurlen vandaag, dit is... Oh, god, paard gaat ervoor staan. Dit is heel bijzonder. De poedepataten hebben zelf hun eieren uitgebroed. Of hun, of misschien één heeft het maar gedaan. En dat gebeurt zelden. Meestal laten ze het nest eieren voor die tijd in de steek. Of, en dat is nu het gevaar... Laten ze de jongen in de steek. En ineens zien we hier 11 jonge poelen pataten lopen. Tenminste, als ik ze juist geteld heb. Ga eens even opzij, paard. Wat verdorie. Opzij! Dat is een unieke opname. Die je er ook nog voor staan. Hé. Hey. Bijzondere gebeurtenis, man. Vrouw. Paard. Waar zijn ze nou? Kijk eens. 11 kleine poelen pataatjes. In het najaar geboren. Maar het is echt heel bijzonder. Ja. Ik ben wel benieuwd of ze in leven blijven natuurlijk, want die moederpoelenpataten, dat zijn nou niet de echte trouwe zorgmoeders. Althans, dat hebben we begrepen van de poelenpataten-experts. Ja, het is een beetje tumult hier in het weiland, want dat hebben ze blijkbaar zelf nog nooit meegemaakt. We misten er al 2, dus die hebben toch ergens op dat nest gezeten. Heel mooi. De eerste keer dat we dat zien. De eerste keer, ja. Geweldig. Nou. We hopen dat dit goed komt. We hebben net 8 nieuwe poelenpataten gehaald. Bij onze leverancier. En dan hebben we ineens een hele eigen kraamkamer hier, ja. Jongen. Jongens, rustig daarmee, hè. Oh ja, ze gaan onderling natuurlijk vechten. Die moeder die beschermt die nieuwe kuikentjes. Paarden zijn ook verrast. Zoveel nieuw volk hebben ze niet in het weiland gezien. De laatste tijd. Hey, kijk.